En ze lieten mij deze morgen weten dat er helaas vanavond geen lijfelijke aanwezigheid mogelijk was. Maar ze hadden toch nog de volgende boodschap. Tot mijn grote spijt kan ik er vanavond niet bij zijn. Mr. Gay Belgium is synoniem voor maatschappelijk engagement. En dat engagement is heel belangrijk. Ons land heeft al een lange weg afgelegd op het vlak van rechten voor LGBTI-personen. We staan dan ook op de tweede plaats met ons beleid op de Europese ranking. Maar ik ben ervan overtuigd dat het kan en het moet beter. LGBTI-personen krijgen nog te vaak af te rekenen met vooroordelen en negatieve reacties. Unia ontving 125 meldingen vorig jaar over discriminatie. Ook in heel wat domeinen is er nog veel werk aan de winkel, ook in de sport. We hebben vorig jaar de campagne Football for All van de Pro League gesteund met een subsidie van 30.000 euro. En ik hoop ook oprecht dat de nieuwe campagne Sport for All een succes mag worden. Mijn administratie is momenteel bezig aan een nieuw interfederaal actieplan tegen discriminatie en geweld ten aanzien van LGBTI-personen. Daarbij wordt ook rekening gehouden met jullie stem, met de input ook van het middenveld. We hopen hiermee klaar te zijn tegen de zomer. En onze uitdaging is dan ook actief zorgen voor een goede aanvaarding en integratie van LGBTI-personen. Ik ben ervan overtuigd dat we mensen moeten overtuigen van de waarde van diversiteit. Dan pas zullen ze ze ook omarmen. Belangrijk voor mij is om ook in te zetten op meervoudige discriminatie. Er zijn mensen die worden gediscrimineerd omdat ze en vrouw zijn en een migratieachtergrond hebben. En ook omdat ze LGBTI zijn. En dit verdient echt wel bijzondere aandacht. We moeten er ook voor zorgen dat discriminatie en haatmisdrijven dat we die kunnen registreren. Dan pas weten we waar discriminatie speelt en kunnen we er ook echt wel tegen optreden. Jullie zien, er is nog heel veel werk aan de winkel en ik kan dat niet alleen. Ik heb daar jullie ook voor nodig. En ik nog eens heel spijtig dat ik er vanavond niet bij kan zijn, maar ik wil ook Mr. Gay Belgium en de 12 finalisten ook graag uitnodigen voor een lunchgesprek bij mij op het kabinet. Waarom? Omdat ik jullie stem ook heel belangrijk vind. Heel veel succes, dan maken we het toch avond.